Dames, heren, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag heb ik wat moois. We gaan vandaag even kijken naar wat hele boze boomers. En er is denk ik niks mooiers in het leven dan dat. Zoals je misschien voorbij hebben zien komen, staan wij dit jaar in de top 2000. En niet één keer zoals het eerste jaar, niet drie keer zoals in het tweede jaar. Nee, vier keer. Vier keer. Op plek 813, op plek 203 of zo. En op plek 147 en 145. Nou, dan weet je wel, mensen gaan echt helemaal krankjongen worden. Op het moment dat ik het opneem is alleen Cupido geweest. Die was namelijk 813 en die was eergisteravond of zo. Nou, het heeft al de mooie reacties laten komen, maar ja, die staat nog op 800. We komen straks op de plekken dat we op 107 en 105 weer staan. Dat wordt natuurlijk echt helemaal schitterend. 168 uur lang. Dit is de. Kijk, hier zie je ons, Cupido. Wat een banger, hè, jongens. 813. Lekker haken op de bank met top 2000. Lekker haken. Dat zijn het type mensen dat dit niet hoort. Hey, zing mee! Hey, chick, ik weet niet wie je bent, maar... Mag ik jou rijden? En deze vrouw daarachter trouwens, die kent het niet. Kijk, hij zit te juichen, die gozer. Dat zie je duidelijk. Hij is aan het juichen. En dan riep ze vuile kale, weet je wel. Voordat we verder gaan met de video, wil ik jullie even vertellen over CyberGhost VPN. Nu hoor ik jullie denken... Waar staat VPN eigenlijk voor? Het staat voor Virtual Private Network. Het helpt je zodat je niet gehackt wordt of in hele schimmere websites trapt. Iets wat best wel handig is vandaag de dag. Met meer dan miljoenen mensen die het gebruiken en een excellente score op Trustpilot. CyberGhost VPN is een van de top in de security en privacy industrie. Ze beschermen je data zodat het niet vanaf buiten genakt kan worden. En ook al je andere gegevens zoals browsergeschiedenissen of welke websites je allemaal bent geweest en zo. Maak je geen zorgen als je CyberGhost aan hebt staan. Het is overal aan te raden om het te gebruiken. Dus thuis, maar zeker als je op gratis wifi zit in een hotel of wat dan ook. In de trein of op een vliegveld. Want voor het weet liggen al je gegevens op straat en dat wil je niet. Een ander toppunt van CyberGhost VPN is dat je ergens op de wereld kan zijn zonder dat je er bent. Je zegt gewoon op je telefoon: yo, op dit moment wil ik in Spanje zijn. Want in Spanje is een serie die ik wil kijken eerder uit. Dan druk je met één klik op de knop en dan ben je volgens je telefoon in Spanje. Andersom werkt het ook. Stel je bent in Spanje op vakantie, maar je wil in Nederland zijn omdat daar is een nieuwe serie uitgekomen. Dan druk je binnen één klik op de knop op Nederland en kan je alles kijken wat je wil. Er zijn 38 miljoen gebruikers van CyberGhost wereldwijd en het is logisch waarom. De interface is super makkelijk, het werkt fantastisch en je kan met één abonnement op 7 verschillende apparaten gebruiken. Dus je kan makkelijk sharen met je vrienden of familie, dat is geen probleem. Met één abonnement, waar zie je dat dan nog? Maar daar houdt het niet op. Jij bent de gelukkige winnaar vandaag. Als je via mijn link in de beschrijving CyberGhost VPN aanschaft, krijg je 83% korting op een 2-jarenplan plus 4 maanden gratis. Dit is ongerekend 2 euro en 3 cent per maand. Dat kan je nog niet laten liggen, mensen. Even serieus. Ben je nog binnen 45 dagen niet tevreden, krijg je je geld terug. En ze hebben 24/7 customer service voor als je vragen of wat dan ook. Dus klik op de link in de beschrijving en je zal niet teleurgesteld zijn. Wat de fuck is dit? Mooi man. Zeg trouwens, morgen is dat nou echt, is om 3 tot 4 uur s'nachts of zo. Dus die ga ik even overslaan, die kijk ik later terug. Alleen, slaaprekken je blik is tussen 8 en 9 ochtends. Dus daar, ik ga mijn wekker zetten morgen, om dat eens te gaan kijken. Live. En dan meteen even op Twitter te kijken hoe boos de mensen zijn. Ik heb zoveel zin hierin. Ik vind het mooi dat er gewoon mensen zijn die het gewoon helemaal kennen. Wat op zich, ja, ook logisch is. Het is zo'n enorme banger, mensen. Even voor de duidelijkheid, Cupido, streamen daar nog steeds. Want we staan dus nu in de top 5, staan op nummer 35. Zet hem even in je afspeellijst, dat is lekker. En ik heb goed nieuws, want in niet lang durf ik te zeggen, best wel snel. Wellicht zelfs volgende week vrijdag. Oh, nou, dat zal niet. Komt dus een nieuwe tune, slaaptekort. Ik kom slaaptekort. Mijn mind and body gaan. Even een beetje lekkere danstune ook. Heerlijk, vind ik lekker hoor. Sven is trouwens heerlijk top 2000 aan het kijken, beterschap papa. Papa van Sven, beterschap. Ik je bij je huis ophalen. Ik ken hem gewoon. Hé, hey, kijk! Wat goed! Wat een banger, zeg. Ja, je zou toch zeggen eigenlijk dat je hier niet op kan haten. Hier kan je niet op haten als boomer zijn. Dat kan gewoon niet. Ik moet zeggen dat om naar het top 2000 café te gaan, ik acht de kans op klein dat ik dat ooit in mijn leven ga doen. Maar, zeg nooit nooit. Ik ben mezelf niet. Mensen, mag ik jullie trouwens even vertellen dat dus over meer dan 2 weken is onze AFAS-show. Wauw. Ik heb er zoveel zin in. Ik kan echt niet wachten. We hebben echt een knaller van de feest voorbereid. Zo, echt, als je daar niet bij bent, ik zweer het je. Ik hoef het niet eens meer te verkopen, want het is al lang uitverkocht. Echt al maanden is het uitverkocht. Maar we hebben iets neergezet. Nou... Echt zo mooi. Iedereen die komt, ik wil je eigenlijk gewoon feliciteren. Feliciteerd dat je komt naar onze AFAS-show. Want, je gaat iets meemaken. Dat is fantastisch. Nou, de hele zaal gaat los, man. Kijk, ze zijn dansen ook achter. Ja. Ja, hier ook allemaal. Kijk, daar. Hij ook. Ja, hij wel. Ja, hij wel. Marianne, wat heerlijk om vrij te zijn. We kunnen genieten van tot en met. Heerlijk, Marianne. Heerlijk. Bankzitters zijn Cupido in de NPO Radio 2 Top 2000. Nieuw binnengekomen dit jaar op plekje 813. Mensen hier echt de hele week op zitten wachten. Ja. Zo mooi om alle berichten te lezen in de NPO Radio 2 app. Ja, bedankt. Goed om te weten. Nou, dit is nog allemaal positief, maar dat blijft het niet. Was alles voor mij, was alles voor mij.
dames en heren. Het is nu 3:45. En ik ben toch opgestaan om even te luisteren naar, is het nou echt? We moeten op de 1000, want we staan op plek 205. Maar ik bedenk me nu wel van, ik neem een stukje context nu op. En dit boeit echt helemaal niemand. Maar ik ben wel om 3:30 opgestaan om dit te filmen. Ik heb geen beeld. Ik heb alleen een... Naar de finale van de 25e NPO Radio 2 Top 2000. Ben je te laat? Daar heb ik hem echt gemist, man. Patrick is vriend op Marleen, maar dat boeit me niet. Ik heb het beeld gemist, man. Dit meen je niet. Top 2000. 204. Man, heb ik dat beeld gemist? Oh, joh, heb ik mijn wekker gezet voor saus? Ik haal mijn leven. Er staan hier gewoon mensen. Bro, het is 3:30. Ga naar huis, ouwe. Wat ben je aan het doen? Nou, goed. Jongens, ik zie jullie over 4,5 uur. En dan komen wij op de echte radio. Nou, doei. Later. Zo, de bank zit dus heen. Legendes. Brian, ik wil een dikke SM naar jou. Je bent top. Dames en heren, daar ben ik weer. Ik wil om 8 uur opstaan. Maar ik ben een klein beetje, zeg maar, dan verslapen. Ik was gisteravond wel gaan drinken. Toen was ik gaan tukken. En toen was ik opgestaan om 3:30. Ik dacht, dat is een goed idee. Waardeloos idee, natuurlijk. Echt totaal nutteloos. Ik zo moe was toen ik om 8 uur 's ochtends wakker werd. Dat ik dacht, ik blijf even liggen. Maar ik heb ze hier wel. Stapelgek en je blik. Ik ga eerst even lezen hier. Ik lees nu dus op Twitter bank zitten. En dit was toen Cupido kwam. Die staat al hoog, hè. Die stond 807 volgens mij. Maar dat is niet eens het level waar stapelgek en je blik op staat. Ik zie hier Gen Z alarm, Gen Z alarm. Komend u die bank zit met allemaal kotsende smileys. Het is bizar hoor dat erin staat. Ik ben Gen I en ik had nog nooit van die band gehoord. Dat is wel zo'n band. Dat is wel leuk. Mensen die op de bank zitten hebben gestemd, snappen weinig van de essentie van de top 2000. Bro, heeft deze profielfoto. Suzanne en Freek in de bank. Pardon? Ik snap niet wat hier aan is. Ten eerste kijk. Dat je ons niet leuk vindt, vind ik prima. Je moet met je tengels afblijven van Suzanne en Freek. Bankzitters, nope, mute, next, go away. Op deze plek had gewoon een nummer van Amma kunnen staan. Hashtag top 2000. Gelukkig niet inderdaad. Deze, ja. Dit filmpje, dat blijft me echt achtervolgen voor de rest van mijn hele leven, denk ik. Bankzitters in de top 2000 is een beetje alsof je in een sterrenrestaurant aan het genieten bent van een delicatesse. En naast je schuift een groep schreeuwige tieners aan om een portie kipnuggets te bestellen. Ik hoor niks geks, ik weet zeker dat Milo zelfs een beetje opgewonden van wordt. Ik ben geen boomer. Maar de bankzitters zijn gewoon kut. Niks meer, niks minder. Laat ze maar met YouTube bezighouden. Heb ik geen last van. Hij is geen boomer. Hij heeft een auto van. Een miniatuurauto van Max Verstappen met een miniatuurbommetje op zijn profiel. Max Verstappen 2022. Oh nee. Nou goed, dat was dus Cupido. Laten we maar even stapel gek en in je blik gaan kijken. Die kwamen zo door achter elkaar, dus dat gaat het echt helemaal los. Dat kan ik je vertellen. Ja, bankzitters, zo heten ze. Ze staan een aantal keer in de top 2000. Dit uur komen ze 2 keer langs. En van zitten blijven is geen sprake. Van heel hard stijgen, nou ook u niet. 2 plekken, maar toch. Een vaste waarde. Ja, zo is het. Ja, en Mout werd fan van ze, dankzij dit nummer. Stapel gek. Mout, shout naar jou dat je fan bent van dit nummer. Ah, mensen gaan los, man. Je ziet gelijk. Ja, heerlijk. Oh. Kijk daar, omaatje gaat los. Ja, ze vindt het leuk, hè? Ja, hij kijkt, gaat het wel goed met die oma? Waarom vind je dit zo leuk? Haha. Die oma! Die oma! Mooi man, kijk! Ik heb een Skype-probleem. Wel, dan is er wel heel vies aan het kijken ondertussen. Zelfs als ik dan verlies met tennis. Kijk nou, ze gaan helemaal los! Let's go! Zodat dat al die mensen hier staan, die horen dit nummer. Dat is toch bizar. Hij zit helemaal mee! Wat een baas! En dan letterlijk dus 2 nummers later op plek 145, wat echt, echt, echt heel hoog is. Je blik. Kijk, nog wat mensen die dansen. Dit nummer kennen we inmiddels wel. Die mensen hier leven echt een koortsdroom, man. Kijk! Die mensen gaan helemaal, helemaal los! Heb dat beeld vast. Wat een slechte stream. Nou, we zijn dus geweest. Laat de terror maar losbarsten. Generatie niks weet ook niks van muziek. De bankzitters, wat een lacher. Shit, nog een kutnummer van de bankzitters. Duurzaam door het leven. 14k WPA, PV, WP, WPB, bonus opa. Europa, middelvinger, PVV, anti-D66, PvdA, GroenLinks. Dit is een persoon waar we vrolijk van worden. Hij heeft wel zonnepanelen. Huh? Hij heeft dus wel zonnepanelen, maar hij haat wel heel erg dan GroenLinks PvdA. Maar als in echt kotsen. Dat is bijzonder. Iemand zegt hier, bankzit, hoe kan het zo hoog staan? Zeg iemand anders. Hebben een grote aanhang. Die hebben dus geen verstand van muziek. Aan de andere kant stemt de jeugd ook het stokoude 2 motten terug. Wie zegt dat de jeugd is? TikTok trend. Is dat zo'n klote medium ook? Dit is zo'n zure boem. Mooi man. Schitterend. Best laat wakker en meteen weer ingeschakeld. Helaas veel gemist. Maar gelukkig het uur met 2 keer bankzit is ook. Mooi man. Dat vind ik wel weer leuk. Ik stem nooit op de bank zitten omdat ik de nummers niet top 2000 waardig vind. Als ik al die zure boomers hier zie, ga ik toch twijfelen. Mensen, dit is wat we nodig hebben. Volgend jaar top 10. Ik weet het gewoon zeker. Heel eens, Joost. Over 5 jaar weet niemand meer wie de bank zitten zijn. Dat is goed zo. Nou. Eens, Peter. Over 5 jaar zijn er bijna 900.000 van deze bank zitten vast wel weer vergeten. Mensen, alsjeblieft. Vergeet ons niet.
vergeet ons alsjeblieft niet. Dat zou echt verschrikkelijk zijn. Jongens, je gelooft het niet. Ik klik nu op het account van deze gast. Die dus echt heel boos is. Die vindt dat het dus na 5 jaar. En misschien een soort nu.nl dingetje in zijn profielfoto. Dus ik klik erop. Ik denk, nou, dan zal hij wel reporter zijn voor nu.nl. Voor verslaggever nu.nl. Ja, maar echt. Het is gewoon één type vol. Ik kan er echt niks aan doen. En het is echt niet gestaged ook. Ik zweer je, dit is het gewoon. Dames en heren, we hebben het weer overleefd. Het scheelt niet veel. Volgend jaar top 10. Ik ben benieuwd naar de reacties dan. Bedankt iedereen voor het kijken. En CyberGhost VPN voor het sponsoren van deze video. Klik op mijn link in de beschrijving. Krijg 83% korting op jouw 2-jarig abonnement. En 4 maanden gratis. Doe het! Dat is maar 2 euro en 3 cent per maand. Geen geld.